En waar dus ook op landelijk niveau over wordt gediscussieerd. We krijgen een bijzonder inkijkje dan in hoe voormalig koningin Beatrix zich bezighield met kabinetsformaties. Ja, en dit is echt heel opmerkelijk. Het gebeurt eigenlijk nooit dat wij iets te weten komen over de gesprekken tussen politici en het staatshoofd. Dat hoort het geheim van Paleis Noordeinde te blijven. Maar nu wel. Morgen komt er een biografie uit van de inmiddels overleden D66-leider Hans van Mierlo. Met ook dagboekfragmenten van hem. En ja, daarin is voor het eerst echt duidelijk dat koningin Beatrix zich toentertijd intensief bemoeide met de kabinetsformatie in 1994. Dat werd al wel vermoed, maar dat dagboek bevestigt het. En Van Mierlo beschrijft volgens de Volkskrant deze ochtend een anderhalf uur durende paleisruzie met de koningin. Zij zag het duidelijk niet zitten dat Van Mierlo niet wilde regeren met het CDA. En zij suggereerde daarop dat hij zich bezig was het land onbestuurbaar te houden. Van Mierlo schrijft, zij speelt het sterk. Uiteindelijk kwam het kabinet er zonder het CDA. Dat werd het eerste kabinet Kok, zoals we weten, in 1994. Overigens heeft Willem-Alexander, onze koning nu, minder ruimte om zich te bemoeien met die kabinetsformatie. Dat is sinds 2012 ook aangepast. U als rechtsgeleerde, smult u hiervan? Dit was min of meer ook bekend. Alleen, niet het probleem, maar dat is constitutioneel bestel van ons. Dat gesprek tussen koning of koningin in dit geval en ministers of formateurs of informateurs worden niet openbaar gemaakt. Maar het was min of meer bekend dat... Maar nu uit de dagboeken toch een mooi inkijkje. Ja, nu staat het zwart-wit op papier. Precies. Dus dat is natuurlijk heel leuk. Tijdens colleges kunnen we ook gebruiken om te laten zien wat voor discussies kunnen ontstaan wanneer monarch meer macht heeft dan het wenselijk is.